Beste wensen. Mannen, hi. Al beste wensen. Goed hè. Beste wensen, mannen. Hè. Tom en weet je ooit dat toen we in die kantine zaten? Hè? Ja, ooit hadden we al die tafel op die mooie gesprekken. Ja. Komt misschien wel weer terug. Ja, zonder we weer terug. Even een lijn doorzetten met elkaar. Ja. We hebben ze een goede moeite om mooi vast te houden. Kijk, dat is wel. Ja, dat is wel weer een mooie uitdaging. Leuk examen. Ja. Ja. Jean-Paul de Jong, daar sta je dan, je eerste werkdag, of in ieder geval je eerste trainingsdag als hoofdcoach van de FC Utrecht. Ja, trots. Ja, 10 jaar geleden zwaaide jij af en ik kan me herinneren dat je toen nog zei, FC Utrecht moet het verleden nooit uit het oog verliezen. Sindsdien is er eigenlijk altijd een beetje een omslag geweest in de club, dat de oud-spelers werden gehaald als coach. Nu jij als clubicoon hoofdtrainer. Zat dit in de planning? Nou, het is wel zo dat ik mijn ambitie heb uitgesproken. En dat we daar het over gehad hebben, ook op het moment toen ik naar FC Utrecht ging. Dus ja, echt vreemd is het niet. Maar je begon als jeugdtrainer hier. Je was toen actief ook met Klein Galgenwaard. Heel maatschappelijk gebeuren. En toen ging je naar Eindhoven en toen dacht ik, zien we Jean-Paul terug. Toen kwam je als assistent. Heb je toen al gelijk gezegd, ik ben nu assistent, maar ooit ben ik hoofdtrainer? Nou, het is natuurlijk wel zo dat ik heb 2 fantastische jaren bij Eindhoven gehad. Ik heb me daar heel goed kunnen ontwikkelen als trainer in een andere organisatie. En ik wist dat ik voor mijn doel, mijn ambitie, ooit de droom had om op eredivisieniveau uit te komen. En dat uiteindelijk nu dan bij FC Utrecht mag gebeuren. Ja, dat is voor iemand die, zoals jij al zegt, van jongs af aan gegroeid is met deze club. De hoogtepunten heeft gekend, ook de dieptepunten. Ja, ben ik enorm trots dat ik als hoofdtrainer deze club mag vertegenwoordigen. Dan gebeurt dat halverwege het seizoen. Is dat de timing die je zelf ook op het oog had? Ja, dat valt. Dat is, misschien kun je zeggen dat het valt nooit te timen. Want uiteindelijk weet je dat je in een rol zit als assistent trainer. En dan is het natuurlijk best een moeilijke stap voor de groep om vanuit de assistentrol naar hoofdtrainer te komen. Dat heb ik ook met de groep gedeeld. Ik weet ook dat in zo'n groep dan altijd wel wat voorstanders zijn. En misschien ook soms wel die anderen die dat helemaal niet zien zitten. Nou, wij hebben gezorgd voor een goede staf. Die kwaliteiten heeft, die elkaar goed op karakters aanvult. En we denken daardoor ook dat we het spoor van, of de koers van Erik ten Hag daarmee voort kunnen zetten. Want hele grote veranderingen zullen we niet gaan zien, denk ik. Het komt echt op de nuances aan. Nou ja, kijk, natuurlijk zullen er wel wat nuances aan komen. Maar de koers, Erik ten Hag heeft Utrecht op de rails gezet. Aan ons de taak om daar wat goed is beter te maken. En de dingen waarvan we denken dat kunnen we beter doen, dat moeten we verbeteren. En dan is natuurlijk bijvoorbeeld voor de winterstop dat we een aantal punten laten liggen. Is bijvoorbeeld al iets waarvan we denken, ja, daar kunnen we lering uit trekken. Je hebt Luc Nijholt, Marine Stijkhuis en Rick Kruijs erbij gehaald als jouw assistent, als jouw veldtrainers. Heb je nog meer eisen neergelegd? Komen er bijvoorbeeld nog spelers bij? Ja, dat ligt niet. Dat bespreken we intern. Hè? Maar goed, dat ligt vooral bij Jordi Zuidam. En, maar ik neem aan dat jij wel een wens hebt uitgesproken. Nou, Jordi heeft in het begin duidelijk laten zien dat FC Utrecht zeer adequaat kan reageren op de arbeidsmarkt en transfermarkt. En dat is positief geweest. En ja, ook weet ik nu dat de scouting enorm druk bezig is omdat als spelers die het goed bij ons doen, om die te kunnen vervangen. Want bijvoorbeeld Edson Braafheid heeft zijn contract is ontbonden. Die ben je per direct kwijt. Komt daar vervanger voor bijvoorbeeld? Dat moet je met Jordi delen. Oké. Ambitie. Hè? Je zegt net, ik heb altijd de ambitie, de wens uitgesproken om op eredivisieniveau te trainen. Nu ga je dat bij FC Utrecht doen. Heb je ook een persoonlijke ambitie op het resultaat in de tweede seizoenshelft geplakt? Waar willen jullie eindigen bijvoorbeeld? Nou, als we afgelopen het Europese avontuur zien, hè, daarvoor met het winnen van de play-offs in een fantastische wedstrijd tegen AZ, ja, daar gaat het dus om. Hè. Wij willen graag meedoen om de prijzen en we weten wat we hebben meegemaakt, dus des te mooier zal het zijn om onze ambitie die we daarin hebben, om die weer te verwezenlijken.
Nu, toen jouw aanstelling bekend werd, dat zat er natuurlijk al aan te komen, maar toen het van de week definitief werd, zag ik eigenlijk op internet bijvoorbeeld de reacties twee kampen. Eén kamp zei, te gek, echte Utrechtse jongen van de club, zo hoort het. En de andere kamp zei, nu krijgen we weer een Utrechts kliekje. Wat ga je eraan doen om die laatste groep het ongelijk te bewijzen? Wij kijken niet naar kliekjes. Het is goed en mooi als spelers een verleden hebben hier. Maar wij selecteren, en daar heb ik ook vooral binnen de staf naar gekeken, naar kwaliteit. En die kwaliteit die hebben we met karakters op elkaar laten aanvullen. En mooi dat het past binnen de mensen die ook een verleden bij SU hebben. Maar nogmaals, als het geen kwaliteit geweest was, hadden we er ook niet voor gekozen. Nu gaan jullie morgen naar Spanje, even weg uit de hectiek, want ik denk dat de laatste dagen ook behoorlijk wat over jou heen is gekomen. Ja, maar dat is ook dan weer de rol die je als hoofdtrainer hebt. En je weet dat je op dat vlak misschien snel vergeleken gaat worden. Nou, ik denk dat we met de eerste training die we nu gehad hebben en met het trainingskamp, dat we daar genoeg tijd met elkaar om hebben om in ieder geval klaar te zijn voor de eerste drie wedstrijden in de nieuwe tweede helft van het seizoen.